Welkom bij dit gesprek met de burgemeester na de zomervakantie, begin van september. Welkom burgemeester Henri Lemfrink. Kunnen we met u beginnen? Heel eventjes vrijdagochtend aan de Marrakesh Lounge in de Heerstraat in Leiden werden schoten gelost, meer dan 10 op die Shisha Lounge. Waar houdt u rekening mee? Wat is daar nou gebeurd? Ja, daar kan ik helaas weinig over zeggen. Daar is iedereen wel in geïnteresseerd, dat snap ik, want ik heb heel veel van die vragen gekregen. We hebben direct de Marrakesh Lounge voor 2 weken gesloten. Ook om in die 2 weken even goed na te kunnen gaan. Wat gaan we daar verder mee doen? Welke andere informatie hebben we ter beschikking? En wat wordt dan de onderbouwing van het besluit? En daar kan ik niet op vooruit lopen. Nee, maar ik heb wel een idee dat u... Heeft u een idee waar het vandaan komt? Of is het echt nog tasten in het duister voor u? Ik kan er niet meer over zeggen. Zelfs al zou ik het willen, zou ik het niet kunnen. En waar ligt dat dan aan? Omdat voor een deel de informatie nog bij de politie is. En die is nog niet met mij gedeeld. Dus dat is de ene kant. En anderzijds heeft het ook te maken met de interpretatie van die gegevens. En als we de dingen zouden weten, zou ik het op dit moment ook nog niet kunnen delen. Nee. Is er zicht op de daden? Zijn er verdachten al aangehouden? Nou, ik kan hier niet meer over zeggen, helaas. Nee, nou, het gebeurt natuurlijk niet elke keer dat er geschoten wordt in Leiden. Maakt u zich zorgen over de veiligheid in de buurt daar, rond die lounge? Nou, dat is ook de reden geweest om het direct te sluiten. Dat soort dingen willen we in de stad niet. Daar moeten we direct tegen optreden. En we hebben daarmee ook wat tijd gekocht om er serieus naar te kijken. En dat doen we nu. Ja, en is met die sluiting, denkt u ook de veiligheid daar weer... Is het veiliger geworden met die sluiting? Ja, dat denk ik wel. Want op dit moment is er weinig aanleiding om nog iets te doen, denk ik. Ja, er zijn nu inderdaad houten schotten voor het pand geplaatst. Over 2 weken dan moet u een nieuw besluit nemen, denk ik. Want anders gaat die weer of zouden ze weer open kunnen? Ik verwacht dat het iets eerder gebeurt. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, dus dat is vrijdagochtend. Er is veel meer aan de hand, nog steeds in de samenleving. Het is inmiddels meer dan 1,5 jaar, we hebben het ook over het coronavirus. De berichten die blijven alarmerend. We moeten ons steeds aan de maatregelen blijven houden. Vorig jaar zagen we een piek in de herfst. Maakt u zich daar zorgen over? Nou, we zien natuurlijk wel dat het aantal mensen dat gevaccineerd is, dat neemt snel toe. Mm-hmm. Nou ja, het neemt nu weer wat minder snel toe, moet ik eerlijk zeggen, omdat zoveel mensen al gevaccineerd zijn. Dus de groei neemt af, maar het is wel een substantieel deel van de samenleving die al gevaccineerd is. En dat ook al voor de 2e keer gevaccineerd is. Dus dat is mooi. Daar ben ik ook blij mee. En we doen erg ons best om ook die mensen die om welke reden dan ook nog niet gevaccineerd zijn, om die te stimuleren dat toch te laten doen. Ja, u was op het Kooiplein afgelopen week. Ik was op het Kooiplein. En ook dat is bedoeld om dan dichter bij de mensen te komen. Er zijn mensen die moeilijker te been zijn of die andere aanstellingen hebben, die het ingewikkeld vinden. Hoe dichterbij denken wij, hoe makkelijker het is. En dat hebben we ook wel gemerkt. Dus ook de afgelopen keer zijn er een aantal mensen daar gevaccineerd. En de ervaring in andere gemeenten is ook dat als je daar vaker komt, dat er meer mensen daar toe overgaan. Dus dat is allemaal meegenomen. En we weten dat wanneer je gevaccineerd bent, dat je dan minder kans hebt om ziek te zijn. En word je toch ziek, dat het dan minder ernstig is. En daar gaat het primair om. Je bent er niet volledig tegen beschermd. Dat weten we ook. Want we hebben ook voorbeelden van bijvoorbeeld verzorgingstehuizen waar iedereen gevaccineerd was. Waar toch mensen ziek zijn geworden. Maar gelukkig niet zo ziek dat er mensen kwamen te overlijden. Dus het is altijd goed om te doen. Maar wat is dan het vooruitzicht? Want u zegt, er zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Vorig jaar werd gezegd, de prik is het einde van deze crisis. Intussen hebben we het zo meteen ook over. 3 oktober kan toch niet doorgaan zoals we dat met z'n allen zouden willen. Er zijn veel meer restricties. Er wordt gesproken over testen voor toegang bij tal van locaties. Waar doen we dat dan nu met z'n allen voor? Nou, eigenlijk omdat er nog steeds te veel mensen zijn die nog niet gevaccineerd zijn, zodat de risico's voor de restgroep gewoon nog te groot zijn. Dus daar moeten wij rekening mee houden. En wij hopen natuurlijk dat we over enige tijd gewoon de maatregelen kunnen afschalen en op die manier de samenleving weer volledig open te laten gaan. Er zitten lastige dilemma's aan vast. Wat doe je met de mensen die zich niet willen laten vaccineren? Die lopen een extra risico. Ja, en op een gegeven moment moet je maar zeggen, ja, het is eigen risico, want je hebt alle kansen gehad.
Dus dan moet je dat, dan moet je daar maar zo mee omgaan. Zo denk ik er althans over. Nou, u heeft ook gezegd, er komt, we krijgen geen testsamenleving. Hebben wij hier ook wel eerder besproken. Ja. Nou hebben we de LSIT-week gezien voor nieuwe studenten. Daar was een vast onderdeel van het programma, was langs bij de oude VND-locatie om getest te worden. Theaters hebben vanochtend ook nog aangegeven. Ja, wij zien echt iets in testen voor toegang. Terwijl er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Dus het, ja, dat, die testsamenleving staat wel voor de deur. Ja, die testsamenleving, dat is eigenlijk je bewijs laten zien, hè, dat je gevaccineerd bent. Daar zit het eigenlijk een beetje in. Want men zegt van ja, dan weten wij dat dat geregeld is. Bij de LSIT hebben wij de GGD heel veel laten testen. Dat was niet bedoeld met testen voor toegang in de tijd. Dat was bedoeld dat daar een commerciële testorganisatie achter zou zitten. Dat hebben we deze keer niet gedaan. En waarom niet? Omdat van die studenten, die behoren natuurlijk tot de jongere categorie, er te veel gewoon nog niet gevaccineerd waren. Of in ieder geval nog niet twee keer gevaccineerd waren. Dan wel dat de laatste prik te kort voor de activiteit plaatsvond. Dus daarom hebben we dit zo ook georganiseerd. Want de risico's waren te groot. Weliswaar is het meegevallen. Maar het aantal besmettingen dat wij eruit gehaald hebben. Als die een heleboel anderen hadden besmet. En die hadden vervolgens weer een heleboel anderen besmet. Dan heb je in no time een enorme haard. Ja, maar dus goed, het is goed geweest dat we dat gedaan hebben. We hebben het tegen kunnen halen. Ja. U klinkt een beetje als de burgemeester van een jaar geleden. Dus in dat jaar eigenlijk in hoe we naar dit soort evenementen kijken. Naar superspreading. Er gebeurt wel iets meer. De studenten konden hier komen. Maar alsnog hebben we het over de verspreiding. Over het risico van die grote verspreiding. Maar dat klopt ook. Er wel steeds meer gevaccineerd is. Dus ik af, komen we niet op dat punt terecht dat er op een gegeven moment dat u zei, ja, mensen die niet willen vaccineren, die zijn dan niet gevaccineerd. Kan de samenleving dan wel als geheel weer open? Ja, op een gegeven moment moet je dat toch een keer doen. En ik denk dat we er niet zo ver meer vanaf zijn. Het totaal aantal prikken dat gezet is, dat loopt al boven de 20 miljoen. Nou, dan kun je al snel uitrekenen, zijn er een aantal die met één prik voldoende hadden. Mm-hmm. Maar er zijn er een heleboel die al twee prikken gehad hebben. En dan zijn er nog een aantal die alleen de eerste van twee prikken gehad hebben. Ja. Nou, ik denk dat we nog wel een paar weken nodig hebben om daar ook nog een extra stap in te zetten. Dat is belangrijk. Er wordt op dit moment ook gediscussieerd over een derde prik, een booster prik. Maar ik geloof dat dat niet meer allemaal samenhangt met de maatregelen. Wat je nog wel ziet, is dat een maand of twee geleden, toen heeft het kabinet afgeschaald. En dat ging te snel. Ja. Dat kon je duidelijk merken. En met name was dat te snel in de categorie waar veel jongeren dicht bij elkaar komen. Die waren het minst of helemaal niet gevaccineerd. En met name in de nachtclubs, in de discotheken en op plekken en festivals waar veel mensen dicht bij elkaar kwamen die allemaal niet gevaccineerd waren. Dat was niet verstandig. Ja. Dus dat men daar weer op terug is gekomen, dat vond ik wel goed. En ik denk dat we binnenkort eigenlijk wel kunnen zeggen, iedereen in die categorie die zich wil laten vaccineren, die heeft dat ook kunnen laten doen. En dan moet het langzamerhand maar een keertje afgelopen zijn. En is dat afgelopen zijn met een vaccinatie- of testbewijs in hand? Of is dat afgelopen zijn met, we zijn weer terug in 2019 op een bepaalde manier? Ja, je zult op den duur wel druk krijgen dat mensen zeggen, ik wil geen risico in mijn zaak hebben. Dus die zullen misschien langs die kant wel iets willen. En staat u daarachter? Ja, ik vind dat zelf wel lastig, want we willen ook geen dwang om te vaccineren. Mensen moeten dat zelf weten. Ja, dan lopen ze zelf een risico, dan nemen ze ook zelf dat risico. En misschien moet je dat maar gewoon accepteren met elkaar, dat dat het geval is. Het wordt in bedrijven en organisaties soms wel lastiger, want dat betekent dat ook anderen er een risico doorlopen. En daar zit wel een element, daar moeten we het wel met elkaar over eens zijn. Dus als je zegt van ik wil niet gevaccineerd worden, dat mag in Nederland en dat is ook goed. Maar wanneer je daarmee het risico loopt dat je anderen die er eigenlijk geen zin in hebben toch weer besmet, daar zit wel een haakje om te zeggen, moet je daar niet iets strenger mee zijn. Ik denk dat de samenleving als we zo ver zijn als nu
bijna op het punt staat. Die zegt, ja, het restant moet dan maar geaccepteerd worden als risico. Mm-hmm. En dan zal dat ongeveer de lijn moeten zijn. En wij zitten nu, en we praten zo dadelijk, heb ik begrepen, nog over 3 oktober. Ja. Maar daar zitten we ook met dit soort vragen. Wat kan nu wel en wat kan nu niet? U maakt de brug zelf. 3 oktober komt eraan. Of eigenlijk ja, 4 oktober, 3 oktober. 3 oktober valt op een zondag. Dus we vieren het ook op 4 oktober, een deel van de activiteiten. Er komt een kermis en daar wil ik het vooral met u over hebben. Die kermis die vindt binnen een aantal hekken plaats. En de mensen die die kermis willen bezoeken, die moeten of gevaccineerd zijn of een negatief testbewijs kunnen overleggen. Hoe groot wordt dat? Nou, toch wel een behoorlijk stuk hoor. Want het is, dus dat zal wel een groot percentage van de normale kermis zijn. Maar het moet ook nog wel bemenst kunnen worden, die dat afhekken. Dus dat moet je ook nog wel kunnen organiseren. En je moet die toegang kunnen organiseren. Dus dat is ook de reden. En het lastige is, wij doen dat met de wetenschap van nu. Ja. Met de regels die nu gelden. Omdat wij niet weten wat er na de eerstvolgende persconferentie wel of niet kan. Het kan zijn dat er dan veel meer kan. Dan hoef je al die voorbereidingen die je nu aan het treffen bent, niet meer te treffen. Ja. Dus dat is een ding waar we rekening mee moeten houden. Want hoe zie ik het praktisch voor me? De beestenmarkt, de landbouwmarkt zijn altijd plekken waar, exact, waar kermis is. Dus die daar omheen komt eigenlijk. Gewoon één groot hek om die om dat hele. Ja, en dan gaat het met name natuurlijk om de toegangen. Want waar huizen staan hoef je niet af te hekken, dat is logisch. Maar goed, dus die mensen die daar wonen, heel eventjes probeer ik zo voor me te stellen. Die moeten komen binnen ook binnen een festivalterrein eigenlijk. Zoals we dat misschien van 2 jaar geleden kennen op de Nieuwe Rijn, zo'n soort toegangssysteem. Ja, zoiets eigenlijk. Zo moet je het eigenlijk zien. En dat is dan de gedachte erachter. En ja, het kan best zijn dat de maatregelen straks weer anders zijn, zodat je toch weer anders moet organiseren. En daar zitten wij wel een beetje mee. Dus dat wij nu met de maatregelen waar we nu mee te maken hebben moeten acteren. Daar moet alles op georganiseerd worden. En het kan best zijn dat over 1,5 week, over 2 weken, we heel snel toch weer wat andere dingen moeten organiseren. En dat is best lastig. Ja. En dan speelt daar nog doorheen, en dat maakt het extra moeilijk, dat we 2 jaar geleden voor het laatst een volledige 3 oktober hadden. Maar dat het toen eigenlijk ook al bijna niet meer kon. Te druk. Dus dat het werd te druk op sommige plekken. En we zagen dat de ondernemers aan de Nieuwe Rijn ook na die tijd te kennen gaven. Wij willen dat risico niet meer nemen. Ja. En dan verplaatst u dat risico naar de beestenmarkt en de landbouwmarkt? Nou, dat niet, want het was de kermis was ook altijd al heel erg druk. Wij proberen dus minder mensen naar de binnenstad te lokken. Er zijn minder evenementen, er zijn minder zaken. En we proberen buiten het centrum op het park Matilo ook een feest voor jongeren te organiseren om de druk op de binnenstad te verkleinen. Ja. Dus dat is ook tegelijkertijd wel een beetje een experiment voor komende jaren. Kan dat? Werkt dat? Ja. Dus dat soort dingen spelen nog mee. Het blijft een raar jaar dit jaar, dus het kan nooit helemaal een voorbeeld zijn voor komende jaren. Maar je kunt wel even kijken of sommige dingen nou een beetje gaan of helemaal niet gaan. Ja. Nou, toch over die kermis. Niet alles gaat door. De kermis, daar kijk ik het meest. Eigenlijk iedereen die ik hoorde zei, nou, gelukkig gaat de kermis door. Dat roept bij mij op dat iedereen daar ook naartoe wil en ook naartoe gaat. En dan zit je met een afgehekt terrein waar eigenlijk iedereen toegang toe wil. En de meeste mensen ook toegang toe kunnen krijgen. Want testen, want gevaccineerd. Nou, er zijn best veel mensen die daar in de basis aanspraak op kunnen maken. Dat wordt ook volgens mij dan een hele drukke situatie. Jawel, maar je gaat rekening houden met een maximaal aantal mensen per vierkante meter dat daar naartoe mag. Dus dat betekent dat het wel druk wordt, maar niet veel te druk. Want daarvoor de rest is die blijft buiten de hekken. De rest blijft buiten de hekken, ja. Dus kun je er niet in. Nee, en dan hebben we een groep mensen die in de rest van de stad niet heel veel. Er zijn wel bootjes die rondvaren, maar de alternatief is niet heel groot voor de kermis. Nee, dat is waar, maar er is op dit moment ook geen alternatief om het te organiseren. Dus dat is lastig, want het alternatief zou zijn geen hekken. Maar dan kunnen wij niet meer zien hoeveel mensen er daar rondlopen. Ja. Heeft u een idee hoeveel mensen er bij de kermis welkom zijn al? Zo dat is ongeveer 1 persoon per 10 meter of per 5 meter, al nagelang de maatregelen die gelden. Ja. Okay, dus dan zal ik nog even narekenen hoeveel dat dan ongeveer wordt. Maar er is in ieder geval wel wat ruimte. Zeker omdat dat zijn er best behoorlijk wat hoor. Dus ja. dat ook voor de kermisexploitanten, die kunnen best uitgaan van behoorlijk wat klandizie. Ja. Hebt u er zin in 3 oktober? Het is fantastisch dat het weer uit. En ik ben ontzettend blij dat er weer zoveel kan. Ja. En dat we niet weer naar de viering van vorig jaar hoeven te gaan. Die eigenlijk best wel goed gegaan is digitaal. Maar je mist toch een heleboel. 3 oktober is toch iets wat je met elkaar in de stad doet.
En dat kon allemaal niet. En ik ben blij dat er weer heel veel kan. Ja. En daar moeten we nu van genieten. Ook al is het nog niet helemaal zoals het hoort. Ja. Tot slot. In deze zomer bent u aan de slag gegaan met opvanglocaties voor vluchtelingen. We hebben natuurlijk een stroom van Afghaanse vluchtelingen gezien. Maar het probleem speelt al langer. We hebben in Oostgeest is er nu een tussenvoorziening komt er aan. Voor mensen die eigenlijk wel recht hebben op een woning. Maar waar nog geen woonruimte voor is. U hebt gezegd, wij willen in de stad gaan we ook kijken naar opvanglocaties. En dat is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant zegt u, ja, we moeten gewoon zo snel mogelijk mensen die recht hebben op een woning in Leiden, die woning ook zo snel mogelijk geven. Aan de andere kant gaat u ook op zoek naar een opvanglocatie voor tijdelijk, voor mensen die wel eigenlijk ook dat recht hebben, maar nog helemaal geen woning kunnen krijgen in de gemeente. Naar wat voor soort locatie kijkt u? Het zijn eigenlijk mensen die eigenlijk nog geen statushouder zijn, maar waarvan het wel waarschijnlijk is dat ze een vergunning krijgen om hier te blijven. En nu zie je dat dit type voorzieningen, die zijn heel ongelijk verdeeld in ons land. In het westen van het land zijn er bijna geen. Katwijk hebben we hier in de buurt, maar voor de rest is er eigenlijk geen van enige omvang. We zien dat de voorzieningen van de COA vollopen, dus die zoeken eigenlijk naar dit soort voorzieningen. En ook vooral in die gebieden waar weinig voorzieningen zijn. Want het is handiger. Die mensen moeten straks integreren in de samenleving. Ja. En dan is het handiger dat ze al kunnen beginnen voordat ze definitief die vergunning krijgen. Als bijna zeker is dat ze die vergunning toch krijgen. Nou, voor deze categorie zoeken wij naar een plek. Daar zijn we nu mee bezig. En we hopen dat dat gaat lukken. We weten ook nog niet zeker of dat gaat lukken. En ik kan ook nog niet vertellen welke locaties we op het oog hebben. Zou ook niet fair zijn naar de mensen die ermee bezig zijn. Maar ook niet naar omwonenden die we normaal als eerste zouden willen informeren. De naam van Holiday Inn Hotel is wel gevallen. Waar tijdelijk arbeidsmigranten ook zijn opgevangen. En andere groepen. Stel, hè, dit wordt een opvanglocatie. Is dat dan tijdelijk, zoals we kennen uit 2015 met bedjes in de 3 Oktoberhal? Of is dat echt een vaste? Nee, het is echt een andere soort van opvang. Dus dit gaat echt wel om iets wat dan permanent zou zijn. En ik weet niet of dat nou de meest voor de hand liggende accommodatie zou zijn. Want het is de bedoeling dat Holiday Inn over een aantal jaren gaat verdwijnen. En dan zou het nog maar voor een beperkte periode zijn. We kijken overal naar, dus dit soort locaties zou ook onderdeel van de afweging kunnen zijn. Maar we zoeken echt wel een locatie die gedurende langere tijd beschikbaar is. Ja. Dat gaat dan om de opvang van mensen die dus misschien of waarschijnlijk een woning in Nederland kunnen krijgen. Leiden moet dit jaar 174 staatshouders een huis geven. Je bent goed op weg om dat te doen. Is dat aantal eigenlijk wel voldoende, vroeg ik me af? Als vanuit Den Haag de druk wordt opgevoerd van ja, we moeten meer locaties vinden. Is dat een aantal waar we uiteindelijk mee uit de voeten kunnen? Ja, dat wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Hè? Dus ieder jaar wordt gekeken hoeveel mensen wachten binnen de voorzieningen van COA op een huis. En dat aantal, dat wordt gewoon verdeeld over de verschillende gemeenten in twee delen van het jaar. En dan kan het zijn, je kunt die taakstelling ook opgehoogd krijgen. Dus ik ga ervan uit dat ze redelijk goed kunnen rekenen. Dus zoveel hebben we er, zoveel gemeenten zijn er. Dus dat verdelen we zo over die gemeenten. Dus dat gaat denk ik wel goed. Het is wel een hele zware klus. Want het aantal gewoon vrijkomende woningen is veel minder dan vele jaren geleden. En dat betekent dat de druk op de woningmarkt daardoor heel erg groot is. En soms heb je ook een probleem in de zin van dat je alleenstaande moet huisvesten terwijl je alleen een eengezinswoning hebt. En dat matcht ook niet zo goed. Nee. Dus dat zijn de ingewikkeldheden waar we mee te maken krijgen. Maar we slagen er wel in om steeds meer mensen te huisvesten. En dat is belangrijk, want we moeten het uiteindelijk toch realiseren. Ja. Een vraag die bij mij opkwam, u zegt we moeten het realiseren. Je kunt ook naar Den Haag kijken en zeggen, ja, we hebben een te ruim asielbeleid of we vangen te veel mensen op. Als stad zitten we echt aan onze tax. Is dat het geval? Nou, ik geloof niet dat je het zo kunt zeggen. Het totaal aantal asielzoekers in ons land, dat is niet extreem hoog. Er zijn in het verleden heel veel periodes geweest dat er echt veel en veel meer zijn. Het probleem zit hem vooral aan de kant van de woningmarkt. Die is heel erg krap. En dat is lastig, omdat elke woning die naar een statushouder gaat, juist niet beschikbaar voor een ander. En daar ontstaan wel scheve ogen. En daar moeten we toch ook rekening mee houden. Dat iedereen die graag een woning wil,
daar moet je ook naar kijken. En er zijn er meer die het ook echt behoorlijk dringend nodig hebben. Ja. En dat voelt niet altijd fijn, dat je dan tussen hele moeilijke dingen moet kiezen. Nee. U kijkt naar een tijdelijke opvang in Leiden. Om hoeveel mensen zou dat ongeveer gaan, denkt u? Nou, het is niet een tijdelijke opvang. Althans, ja, de mensen zitten daar niet heel lang. Maar goed, ze zullen daar zijn. Ik denk dat je... dat is ook nog een onderdeel van de afweging. Het wordt niet een hele grote, want die tussenvoorzieningen die zijn kleiner. Dus ik denk dat zeg maar maximaal 150 mensen, maar het kan ook kleiner zijn. Ja, een beetje vergelijkbaar met wat in Oegstgeest in november open gaat. En wanneer hoopt u dat te kunnen openen? Ja, ik durf dat eerlijk gezegd nog niet te zeggen. Zover zijn we nog niet als de zoektocht in Oegstgeest zit. Die waren daar ook veel eerder mee begonnen. Dus hier moet echt nog wel uitgezocht worden naar de locaties. Wat moet er verbouwd worden? Welke kansen zijn er breder omheen? Dus daar kan ik eigenlijk nog geen antwoord op geven. Dank u wel. In oktober spreken we elkaar weer. Dat is na 3 oktober dan. Dan kunnen we ook zien hoe dat, nou ja, of het dit jaar inderdaad dat feest is waar we allemaal op hopen. En dit gesprek wordt de hele week herhaald op Sleutelstad TV. En is ook terug te kijken via sleutelstad.nl. Dank u wel. Dank.